De kisten komen uit Litouwen. Met een geweldig transport. Het kon allemaal in één vrachtwagen. Met een snelle auto met twee bewakers erachteraan. En ja, en daar zit al het werk van Mykolaios Konstantinos Tjurdonis in. Het is een kunstenaar die is totaal onbekend hier in Nederland. En ik kende hem ook niet tot voor 10 jaar geleden, toen ik een prachtige tentoonstelling van zijn werk zag in het Museum voor Schone Kunst in Gent. Ik was daar eigenlijk bij toeval en was het eind van de middag. Om 4 uur loop ik daar binnen. Ik had nog een uurtje om het museum te bekijken en ik zie daar die tentoonstelling van deze man waar ik nog nooit van hoorde. Daar kwam ik iets tegen wat ik nog nooit eerder had gezien. En het bleek dus een man te zijn uit Litouwen, 1875, 1911, niet eens zo oud geworden, die op een heel eigen, authentieke, originele manier werkte. En dan wel putte uit ja, een stroming die we dan noemen het symbolisme, dat zag je ook wel heel duidelijk. Maar de manier waarop hij dat deed, zijn tekenhand, zijn schilderhand, maar ook zijn fantasie en hoe die motieven combineerden. Ja, ik had dat nog nooit gezien, zoiets. Dus het was, wat ik daar zag was volkomen nieuw, oorspronkelijk. En het had iets ja, wat mij raakte, wat mij emotioneerde. En dat heeft misschien te maken met de intimiteit die toch in dat werk zit. Het is allemaal geschilderd op betrekkelijk kleine formaten. Het is niet heel krachtig van kleur, het heeft iets transparants, iets ijls, iets kwetsbaars daardoor ook. En ja, daar voel je toch ook dan een kunstenaarspersoonlijkheid die, ja, die mij aanspreekt, de gevoelige natuur. Ja. Ja, dit zijn twee couriers, collega's uit het museum daar, het National MK Tjurdonis Museum of Art in Kaunas. En die beheren de volledige collectie van deze kunstenaar. Dus daar kwam alles vandaan. En deze dames begeleiden alles, zijn bij de inrichting en kijken erop toe dat wij het allemaal netjes doen. Kijk, ik werd natuurlijk eerst getroffen door dat werk. Ik kijk alleen maar. En later wordt dat dan gedragen door het persoonlijke verhaal en de wetenschap dat hij een dubbel talent is en je leest erover. En dan kun je hem ook plaatsen in de context van die tijd. En hij groeide op in een periode dat Litouwen deel uitmaakte van het Groot Russische Rijk. He? Dus onder de knoet. De Litouwse taal mocht niet gesproken worden. Ja, het is eigenlijk als dat Russische Rijk een beetje op zijn einde loopt en toch gevoelens van nationalisme In die Baltische staten en ook andere randen aan de periferie, dat begint op te bloeien. En Tjurdonis die besluit dan op een gegeven moment ook al zijn werk te wijden aan Litouwen en de Litouwse cultuur en zich daar ook actief voor in te zetten. Dus hij heeft vanaf 1906, 1907 een hele belangrijke rol gespeeld binnen die nationalistische beweging in Litouwen. De link, ja. Sonate van de Sterren is dit toch? Ja, ja klopt. En deze vond ik zelf ook heel mooi, die rechter. En hij maakt ook prachtige muziek, hè? Heb ik ook. Ja, ja. Oh, dan moet u absoluut naar Oranjewoud Festival komen. 30 mei tot en met 2 juni. Dan is hier in het museum, wordt helemaal door het festival overgenomen. En dan worden er ook allerlei concerten van Tjurdonis gespeeld. Echt heel bijzonder. Zijn werk reist dan over de hele wereld. Grote tentoonstellingen in Japan, in Frankrijk, in Spanje, in Duitsland, in Engeland, in Verenigde Staten, in België dus, maar niet in Nederland. Ooit een keer deel uitgemaakt met een aantal werk van de grote tentoonstelling in het Van Gogh Museum. Maar wij zijn de eerste dus die hem brengt met een overzichtstentoonstelling.
En dat is bijzonder. En dat is geweldig om daaraan te werken. Om zo'n kunstenaar die hier nog onbekend is, toch dat postuum, dat podium te geven. Dus dit is voor ons, voor mij echt een heel bijzonder project. Hier zie je ook zo'n kunstenaar die vanaf zijn jeugd een heel eigen manier van werk heeft ontwikkeld. Ook niet belast door stroming of wat dan ook. Ook ver van de grote kunstcentra daar in Druskininkai, waar hij is opgegroeid, tekende op een heel eigen manier. Pas laat naar de academie is gegaan, op een moment dat hij zijn vorm eigenlijk al gevonden had. Dus dat heeft hem ook niet naar een zijpad gebracht. Hij heeft altijd zijn eigen koers bepaald en aangehouden. Nou, dat type kunstenaars, daar hebben wij hier wat mee. Dus hij past hier heel goed. Komt ook nog bij dat dit een kunstenaar is, en ja, daar heb ik vaak ook, heb ik eigenlijk heel veel mee, die een enorme binding heeft met de plek van waar hij is opgegroeid. De plek van zijn jeugd, het landschap van zijn jeugd. Daar natuurlijk de bossen, de wouden, de eindeloze wouden, de natuur. Dat glooiende heuvellandschap, het meanderende riviertje daar. En daar ook altijd weer naar terug gaat. Om in alle rust, ver van alle hectiek van Warschau waar hij geweest is, Leipzig, waar hij het nooit kon vinden, weer terug te keren naar die plek waar hij zich gelukkig voelt. In de huiselijke kring, maar ook die omgeving. Nou, en dat hebben die kunstenaars die wij hier presenteren vaak ook. Een enorme verbondenheid met hun eigen grondgebied, gecombineerd met een toch internationale manier van werken. Dat zie ik, herken ik in die Giulionis heel nadrukkelijk. Hij put ook nadrukkelijk uit volksvertellingen, sprookjes. Zeker het moment dat hij zich in gaat zetten voor die Litouwse zaak, grijpt hij heel erg terug op dat wat de Litouwse cultuur vroeger bepaalde. Hè. In de middeleeuwen was het een groot rijk, hè, van de Baltische Zee tot aan de Zwarte Zee. Nou, die periode, daar grijpt hij heel erg op terug. Ridders, koningen. Altijd een fantasiewereld, heeft altijd iets sprookjesachtigs, iets mystieks ook. En volksvertellingen, sagen. En wat heel erg door dat werk meandert, dat is een belangstelling voor niet-westerse culturen, religies. Eigenlijk werd hij meteen al gezien als de belangrijkste kunstenaar van Litouwen. Zowel als componist, muzikus, als beeldende kunstenaar.